De 43e Nationale Molendag vormen jullie een mooie omleiding om hier van Frieslands bekendste molens flink te verrassen. Laurens Sierikstra kreeg in de molen van Wietmassum een lintje opspeelde door de lokale burgemeester van Zuidwest-Friesland, Mirjam Bakker. Ik heb zelf altijd gedacht van je doet net al mooi. Maar ik ben er nou helemaal in rond en ik vind het nou prachtig mooi. Sierikstra is zo'n Jontje Jensantig molenaar in Wietmassum en werd er van Jontje 83 al uit Njonken in het terug hem zelfs opknapte molenshoes. Verder werkte hij mee aan het eerste Friese molenboek en dochter al jaren de opleiding van Nije Meesing. Hij heeft nationale bekendheid. Hij heeft ook in het bestuur gezeten van de Hollandse molen. En zo heeft hij talrijke belangrijke functies gehad in het molenwezen in Nederland. Sierikstra is gewoon een begrip in Nederland. Maar sinds 82 jaar is Sierikstra nog altijd volop actief in zijn eigen molen. Alle mol gaat naar bakker Elzinga in huis, die het van hem onvanzelfsprekend het gebak verzorgen. Volkoren, bolen, tarwebolen. Migranenbollen maakt ze ervan, een aantal banketproducten, speciale haverkoeken. En dan gebruiken we ook volkoren van de molen in. Dat Sierikstra nog altijd zo actief is, had alles maar zijn enthousiasme van moen en het molensvak te krijgen. En net omdat er onmisbaar is, want de toekomst van de goed 125 molen in Friesland zit er goed voor. Er wordt op tijden vrij soort wordt gerestaureerd. Hier in de buurt, de pankoeken en deze molen, die staat nu ook op een nominatie. Er wordt heel veel aan restauraties gedaan in Friesland. Mede dankzij de gemeente, maar ook mede dankzij de provincie. En daar zijn we erg content mee. En we weten ook de nodige fondsen in het landelijke besef te antameren om ook voor Friesland wat te doen. Het ziet er allemaal op dit moment goed uit.